lijkt net of dat er een kind wordt afgenomen van je. Zo kan ik het gevoel best omschrijven, denk ik. Ze zijn flink geschrokken, de eigenaren van het witte paard in Wijchen. Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat na 20 jaar een einde komt aan de borreltent tijdens carnaval en kermis. Dat is natuurlijk iets waar wij gewoon 20 jaar lang hebben opgebouwd, waar wij heel hard voor hebben gewerkt. En tot iets geweldigs moois gemaakt. En ja, als dat nou plotsklaps in één keer zo op deze manier met één brief zo weg is, dan dat doet wel pijn. Ja. Ik zeg steeds als voorbeeld, het lijkt net of dat er een kind wordt afgenomen van je. Zo kan ik het gevoel best omschrijven, denk ik. De Wijchenaren zouden graag hun kindje weer terug willen. Er is inmiddels een handtekeningenactie gestart en een Facebookpagina opgericht om herinneringen op te halen. Het witte paard aan de Kasteellaan was echt een begrip. De hele doelgroep die wij hadden, zeg maar, was gewoon van jong tot oud. Er stond bij ons, het was niet gek als er 3 generaties aan diezelfde staantafel stonden en met elkaar een biertje stonden te drinken. En iedereen had er naar zijn zin. Jongeren stonden met de ouderen mee in te haken en aan het einde van de avond stonden de oudjes mee uit het dak te gaan met de jeugd. Ja, en die saamhorigheid met elkaar is gewoon echt fantastisch. Er zijn zelfs ook gewoon bedrijven die speciaal voor de kermis en carnaval dichtgaan om naar de tent toe te kunnen. Er zijn mensen die gewoon het hele jaar door nagenoeg niet uitgaan, maar de 2 dagen of een paar dagen in het jaar dat ze gaan, dan komen ze naar ons toe en daar leeft men voor. Dat staat gewoon al in agenda gegrift, zeg maar. Burgemeester Marijke van Beek snapt de teleurstelling wel. Volgens Van Beek heeft het witte paard er afgelopen 20 jaar een groot feest van gemaakt. De komende 3 jaar geeft de gemeente echter toch de kans aan HEC, simpelweg omdat die stichting een beter bod deed. De organisatie van het Witte Paard bekijkt of er andere mogelijkheden zijn om iets te organiseren tijdens Wijchense evenementen. Zou het echt zijn als ik je vraag?